In het kader van de uitvoering van het stappenplan ter realisering van de wettelijke uitvoering van de grondrechten van de tribale en inheemse volken in Suriname, heeft op vrijdag 30 november 2018 de minister van regionale ontwikkeling, minister Edgar Kan, enkele commissies geïnstalleerd. Het gaat hierbij om het managementteam, het secretariaat en drie commissies, te weten de commissie bewustwording, de commissie demarcatie en de commissie wetsvoorstellen. Op basis waarvan zijn de mensen gekozen die dus deelnemen in deze commissies? Dus die discussies die zijn gevoerd in de presidentiële commissies. Waarbij eigenlijk een vertrekpunt is geweest dat we zoveel mogelijk draagvlak moeten krijgen voor het werk dat we willen doen, de richting die we willen opgaan. Daarom zie je dat er een beroep is gedaan bijvoorbeeld aan de landmetersvereniging. De notarissen hebben ook een bijdrage geleverd. We hadden gevraagd ook dat SVJ een bijdrage zou moeten leveren. Die heeft vanwege hun moverende redenen dus dat voorstel niet geaccepteerd. Maar in elk geval hebben we het zo breed mogelijk gehouden. We hebben de participatie van de inheemse en ook van alle tribale volken in Suriname. Dus dat is het resultaat dat we vandaag hebben. Minister, u zegt dat u de participatie van de inheemse en de tribale volken in Suriname heeft. Wat moet het uiteindelijke resultaat zijn van deze commissies die geïnstalleerd zijn? Is dat we eind laatste kwartaal 2019 een wetsproduct krijgen. Overhandig, een conceptwet die wij natuurlijk zullen bestuderen als regering. En wanneer de president zegen heeft gegeven daaraan, zal het worden doorgestuurd naar de Nationale Assemblée, die op haar beurt natuurlijk met de leden daar zullen bediscussiëren. En uiteindelijk moet er een wetsproduct aangenomen worden. In elk geval dat we een juridische basis zullen hebben aan het eind. En dat je daarmee wat meer zekerheid of helemaal zekerheid gaat geven aan de mensen. U weet, de kende problemen die zich voordoen in het binnenland, waarbij soms gemeenschappen worden opgeschrikt dat mensen rechten hebben gehad, dat werkzaamheden, dat een aantal zaken worden uitgevoerd zonder dat de gemeenschappen iets van weten of betrokken worden. Dus we hopen dat we met dit deel van wetgeving, wat dat betreft, de zaak helemaal, laat maar zeggen, tot een goed eind hebben kunnen brengen. Dus dat hopen we zeer zeker. Het is zo dat de commissie ervoor moet zorg dragen dat er uiteindelijk een wetsvoorstel komt voor erkenning van de grondrechten van inheemse en de tribale volken in Suriname. En het gaat niet zomaar zijn dat de commissie gewoon met een wetsvoorstel komt, maar dat moet de commissie eigenlijk doen samen met de gemeenschappen. Dus je gaat informatie inwinnen van eigenlijk wat erkend zal worden in deze wet. En wat verwacht u als lid van deze commissie uiteindelijk? Nou, natuurlijk, als je lid bent van iets, dan weet je dat de commissie bijvoorbeeld het beste doet. En dat is wat ik verwacht. En ik verwacht van de mensen die ik heb gezien met hun deskundigheid, dat we echt goed werk zullen verrichten. U neemt zitting in de commissie bewustwording, zegt u. Waarmee gaat deze commissie zich precies bezighouden? Want als we horen bewustwording, waar moeten we aan denken? De naam zegt het voor een groot deel al. Het betekent dat wij moeten meehelpen aan het distribueren van informatie vanuit de commissies naar de gemeenschap toe, naar de gemeenschappen. Want u weet, het grondrechtenvraagstuk is een onderwerp dat zich veel afspeelt in het binnenland. Maar niet alleen die mensen hebben die informatie nodig. Ook die andere mensen in het land, dus landelijk in de kustvlakte, hebben informatie nodig over wat er zich afspeelt in de voorbereiding naar het produceren van een nieuw wetsproduct op dit stuk. En wat zijn uw bevindingen als we het hebben over het grondrechtenvraagstuk in Suriname? Kijk, het grondrechtenvraagstuk is iets dat al heel lang speelt. We kennen de belangen van de mensen die in het binnenland, zowel de inheemse als de tribale volkeren, dus de Afro-Surinaamse binnenland dus. En ik denk dat om een
samenhangend zo'n bepaalde balans hebben in de maatschappij. Er geluisterd moet worden naar alle gekeken moet worden naar alle factoren. En de regering, de president heeft een besluit genomen om een stappenplan te laten in werking te laten stellen. Zodat er op een dag een oplossing komt hierin. Als we horen demarcatiecommissie, waaraan moeten we denken? Waarmee zal de commissie zich precies bezighouden? Aan het maken van kaarten. Dus kaarten van die dorpen. Dus precies waar die mensen jagen, waar ze vissen, waar ze hun economische activiteiten doen. Dus het gaat om bij het gebied dat ze gebruiken en waar ze hun dingen, waar ook de dorpen waren. En weet je, dus, het is een heel groot ding eigenlijk. Alles omvattend, want je moet ook veel informatie verzamelen. Je moet die mensen gaan interviewen en dan naar die locaties gaan om die coördinaten vast te nemen en zo. Dus het is een heel groot werk. U zei dat u vanmorgen bent geïnstalleerd. Wat verwacht u uiteindelijk van de verschillende commissies die vanmorgen door de minister zijn geïnstalleerd? Nou, het is een zwaar werk. En ik verwacht dat... Dat er wat er uit de bus moet komen, want dat is het. Dat willen we eigenlijk. Het is een mijlpaal en we zijn blij dat het zover is gekomen. Ik zat ook in die presidentiële commissie van, de stappenplan en die gezamenlijke, die heeft gewerkt. En, dus ik vind dat het heel goed is, een heel goed initiatief, want het moet gedaan worden. We zijn jaren bezig. Ja.